Als eerste, daar heb je een team voor nodig en dat zijn wij natuurlijk. En dan wil je natuurlijk een bepaald beeld uitstralen, wat de serie moet inhouden, hoe de personages eruit moeten zien. En dan is het heel goed inlezen van welke personage het is en dan gaan we het heel internationaal kleden. En dat heb ik zo gedaan en dan heb ik een bepaalde stijl en een bepaalde look gecreëerd.